Ja, automobilisten die begin november in Rijswijk keurig hun parkeerkaartje wilden betalen, konden dat niet bij deze automaat. En op bewakingsbeelden is te zien wiens schuld dat was. Het blijkt dat in de nacht van zondag 3 op maandag 4 november daar in Rijswijk twee mannen de parkeerautomaat bij winkelcentrum in de Boogaard aan de Prinses Beatrixlaan hebben opgeblazen. Rond middernacht komen ze op een scooter of brommer aan bij de automaat. Een van hen begint direct op het display in te slaan met een hamer. Het lukt niet echt meteen, zo'n apparaat is sterk beveiligd. Terwijl zijn handlanger er nog op losrampt, heeft de ander geparkeerd. Hij duikt in een grote tas en tovert een explosief tevoorschijn. Als het display eindelijk aan dichtel is, steekt hij het explosief aan en gooit het de automaat in. Dekking zoeken. En dan... Maar heel effectief was deze ontploffing niet. De automaat is door de knal wel totaal ontwricht, maar nog niet open. Met twee man sterk staan ze te trekken en te sjorren om bij de geldcassettes te komen. Tevergeefs. Uiteindelijk moeten ze besluiten de kraak te staken en vertrekt het duo zonder buit. Wie denkt te weten wie deze blanke mannen zijn die een parkeerautomaat in Rijswijk vernielden? Ze worden tussen de 20 en 35 jaar oud geschat en zijn zo'n 1,75 meter en 1,85 meter lang. Degene die met de hamer het display van de automaat insloeg was slank, zelfs wat atletisch gebouwd. De andere man was een stuk forser. Ze droegen allebei Nike Air Max schoenen.